Mag ik u bedanken? Mag ik een kusje op mijn wang? Ja, heel erg bedankt. Hallo mensen, ik ben Geddy en welkom bij een nieuwe podcast. We gaan vandaag naar de seniorendag in Rijnsburg. De mensen zitten allemaal documentaires te kijken van Oranje Huisleden die dood zijn gegaan. We hopen dat we ze een beetje kunnen opvrolijken. Jongeman. Hoe heet u? Wout Heemskerk. Wout Heemskerk? Ja, klopt. Wat is hier te doen vandaag? We hebben een bejaardenmiddag. Wat gebeurt hier allemaal? Er zit een zaal vol oude mensen en die worden vermaakt met entertainment. Jullie hebben net een documentaire zitten kijken, heb ik gehoord. Prins Klaus is overleden. Wat vond u daarvan? Mooi, een beetje dooierig. Wat vond u dooierig? Zo vrolijk voor zo'n middag. Ik vond het heel mooi, maar niet voor zo'n feestmiddag. Dat heb ik nu al vaker gehoord. Ja, je kreeg de tranen in je ogen. Maar het hoort wel bij het leven. Als u nou een tip zou moeten geven, wat zou u liever willen zien? Daar heb ik echt geen idee over. Geen Teletubbies of Wizzy en Woppie? Dat trekt me niet zo erg. Ik heb net van een paar oudere mensen gehoord dat ze de documentaire iets te sip vonden. Dat vond ik het ook. Ze wilden meer vrolijkheid, ze wilden Teletubbies. Ja, Teletubbies geloof ik niet, maar iets vrolijker had de meisjes. Dat had u ook gehoord? Ja, graag. Ja, ik Peter van de Nol. Van de Donk? Nol. Nol. Nico. Nol. Nol. Met een N. Nico, Otto, Leo. Dat is een lange naam. Nee, dat zijn er kort, zijn 3 letters. Ria de Mooi. Ria de Mooi. Van de jeugd van tegenwoordig? Nou, niet zo erg. Niet irritant? Nee, niet irritant. U zelf kleinkinderen? Ja. Hoe doen die? Wat vindt u daarvan? Ja, die gaan ook uit en die gaan niet thuis zitten. Doet u ook uit? Nee hoor. Nee, niet meer feesten? Ja. Drank? Nee. Niet meer. Doet u dat niet meer? Nee hoor. Ik vind dat jullie het fantastisch doen, alleen meer discipline moeten jullie hebben. Jullie hebben weinig discipline. Waarom? Jullie spreken de mensen niet meer aan met u. Ik spreek u wel aan met u. Ja. Ik spreek iedereen uit met u, zelfs kinderen van 8. Dat is nou iets bijzonders, daar wil ik het ook onder woorden brengen, dat jij iets bijzonders bent. Dat jij een uitstraling hebt en dat jij dan zegt, ik spreek nog mensen aan met u. Mag ik jullie wat vragen? Ik hoor het niet. Zegt u? Ik hoor het niet goed. Ja, dat is een beetje een moeilijke vraag. En waarom? Waarom? Omdat de tijden zo anders geworden zijn. Zegt u? Tijden zijn zo veranderd. Hoe heet u? Wat is uw naam? Vliegentaar. M. Vliegentaar. M. Vliegentaar. Ja. Ik ga uw naam raden. Maria. Nee, waarom sta ik op de foto dan? Nee, dat is een camera, filmen. Oh. Ik ga u vragen stellen, ga u filmen. Erg bij de hand allemaal. Mij ook? Ja, jou ook. Komt u mij bij de hand, mevrouw? Nou, wel goed hoor. Ja? Dank. Dus u heeft geen mening erover? Over de jeugd van tegenwoordig? Ja. Ja, ik vind het moeilijk. Ik doe liever geen uitspraak. Nou, goed. Waarom? Nou ja, ze ontwikkelen zich, ja. Mag ik een kusje op mijn wang? Mag ik een kusje op mijn wang? Kusje? Ja. Op mijn wang, oké. Ja. Heel erg bedankt. Nou ja, kijk, natuurlijk, het is vergelijking met onze tijd is de jeugd natuurlijk veel bij de handen. Ze zijn wat mondiger, maar als je er goed mee omgaat en niet altijd, je hoeft niet altijd als je iemand iets doet wat niet mag, schop op zijn kont te geven, maar gewoon toespreken en zeggen, joh, dan helpt dat meer. Dat ook met uw kinderen? Ja, wij hebben de 3 kinderen. Wat is uw ergste straf wat u heeft gegeven aan uw kinderen? Aan de kinderen? In de hoek zitten, eventjes. Dat is toch niet erg? Nee, dat is ook niet erg. Nee, maar wat moet je meer doen met de kinderen dan? Wat vind ik van de jeugd van tegenwoordig? Nou, dat moet ik even over nadenken. Nee, ik vind er, daar ben ik heel eerlijk in. Ik vind er heel veel positiviteit van uitstralen. Maar helaas ook, maak ik me wel eens een beetje zorgen. Ik vind ze heel enthousiast. Waarom? Nou, omdat ze openstaan voor nieuwe dingen. Zegt u? Omdat ze openstaan voor nieuwe dingen. Ja, staat u ook open voor nieuwe dingen? Ja hoor. Voor wat soort dingen? Nou, van alles, Noem eens wat op. Nou, zoals deze middag. Ja, daar staat u voor ook. Ja, natuurlijk. Bent u hier gekomen? Op de fiets. Wat? Hoeveel werk deed u? Nou, Slagen? Nee. Waar ik gewerkt heb, daar hoopt u nooit te komen. Zegt u? Waar ik mijn leven lang gewerkt heb, daar hoopt u nooit te komen. Nee, in de mijn. Nee. En psychiatrische inrichtingen. Lida van der Kwaak. 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 Kwaak van eend. Kwaak. Ik kon wel eens mijn hoofd schudden, maar jullie hebben het allemaal goed. Waarom moet u dan uw hoofd schudden? Nou, wat er allemaal gebeurt en hoe jullie allemaal... Wij hadden het arm vroeger. En dan zeg ik dat... Wij hadden het heel arm vroeger. In de oorlog, wij hadden het in de oorlog, was mijn jeugd. En jullie hebben alles. U had een springtouw. Ja. En een stokje. Jullie hebben het heel goed. Nou, ik vind dat de jeugd erg vrij is. Was u niet vrij? Dat waren wij niet, nee. Wij hadden meer druk van onze ouders. En tegenwoordig mogen de kinderen toch heel veel. Ja. Ze zijn ook vrijer in spreken. Vroeger werd overal een stempel opgelegen. En nu? Nu niet meer? Nu niet meer, nee. En nou, heel veel doen er heel goed de best. Ja, jij ook. Ik heb ook kleinkinderen, die gaan op de universiteit. Nou, die werken er hard aan. Kijk, in onze jeugd hebben we ook wel eens kattenkwaad uitgehaald. Ik doe dat niet, meneer. Wij hebben belletje getrokken in onze tijd. Ja, maar dat is niet erg. Nee, dat is ook niet erg. Maar vandaag aan de dag is de jeugd, ja... wel wat baldadiger en wat vernielzuchtiger, dat wel. Dat vind ik wel jammer. En dat vind... Wat bedoelt u met een stem? Nou, een sterfgeval of als er wat ergs gebeurt, er werd nergens over gesproken. Maar tegenwoordig... Er over gesproken. Wordt er overal over gesproken. En dat doet u ook, neem ik. En dat doen wij ook met de kinderen. Je hoort het en ziet het heel veel op de televisie, wat jongelui tegenwoordig al tot zich nemen. Nee, maar dat vind ik. Wat nemen ze tot zich? Nou ja, dat weet je wel. Zoals, noem een voorbeeld. Niet voor het dorp. Nee. Noem eens een voorbeeld. Maar ja, dat gebeurt overal. Dat gebeurt in Katwijk, dat gebeurt hier. Dat zijn natuurlijk allemaal die middelen waar we liever niet eigenlijk mee te maken willen hebben. Zoals XTC en te veel alcohol en zo. U gebruikt dat ook wel eens, neem ik aan? Nooit. Nee? Nooit, helemaal niet. Nee. Okay. Ik ruik het ze nu en dan wel en dan denk ik, wat een lucht. Ook veel die oudere mensen plagen. Wat doen ze dan? Ja, stelen. Dat is niet plagen, dat is gewoon gemeen. Ja, dat is gemeen. Dat is in en in gemeen. Drinkt u ook koffie? Ja, en thee en wijn. Wijn? Ja, we krijgen ook wijn. En wat vindt u ervan als jongeren alcohol drinken? Nou, je moet niet te vroeg mee beginnen. En als u het ziet, wat denkt u dan? Nou ja, ik vind als je jong alcohol drinkt, vind ik niet goed. En uw kleinkinderen, als u gaat zitten, als u ze ziet drinken, wat denkt u dan? Nou, ze mogen van mij wel een borrel drinken, maar niet te veel. Ook al zijn ze 30, maakt niet uit. Nee, dat is te jong. Te jong? Ja. Hoe oud was u? Nou, ik was ook 15. Ook niet normaal? Nee. Mag ik een kusje op mijn wang? Altijd. Mag ik ook van u een kusje op mijn wang? Jij nou de andere kant. Ja, jij blij? Heel erg bedankt. Ja. Ja, bedankt. Doei. Doei. Ja, jij bent een klein zoon van me, dan geef ik je een knuffel. Bedankt. Helemaal goed. Doei. Succes. Dag. Nou, heel erg bedankt. Tot je dienst. En waar ben je nou vandaan? Podcast, kijk. En daar komt dat dan bij. Doetje. Mag ik u bedanken? Mag ik een kusje op mijn wang? Heel erg bedankt. Tot je dienst. Doei. Ik wil je heel erg bedanken dat we hier mochten zijn. Nou, heel graag gedaan. Je hebt het heel netjes gedaan, heb ik begrepen. Dus, heel erg bedankt. Graag gedaan. Wilt u misschien de video afsluiten? Vriendelijk, omdat ik hoop dat we nu voor altijd vrienden blijven. Nou, dat hoop ik ook. Blauw duimpje omhoog en abonneer op dit kanaal. Blauw duimpje omhoog en abonneer op dit kanaal. Dank u wel. Heel erg bedankt. Succes. Doei meneer. Doei. Dag. See those kids? They want me to play. Can we do more kazoo? Yeah, I like to kazoo. We really made a song. Yeah, and everyone helped. I'm glad you came along, partner.